Dit zijn de 8 Rooms-Katholieke kerken in de Drechtsteden op dit moment. Als het aan het parochiebestuur ligt, gaat dat aantal dus terug naar 6. Een besluit waar het bestuur een jaar over heeft moeten nadenken. We hebben gezegd van willen we naar de toekomst toe vooruit gaan. Door versterking, door verjonging, dat is erg belangrijk bij ons in de kerk. Meer mensen erbij te betrekken, meer aan diaconie gaan doen. Dan hebben we 6 gebouwen nodig. En dat zijn er dus 2 te veel. En daarom hebben we besloten om 2 gebouwen aan de eredienst te onttrekken. Dat doen we overigens met pijn in het hart. Grote verliezer bij het sluiten van de 2 kerken is Alblasserdam. Kerkgangers van de Fatimakerk moeten straks uitwijken naar een andere gemeente. Het is jammer, maar ja, het is wel triest, want het is een heel langste bestaat die kerk. Het hoort ook wel bij Alblasserdam, vind ik. Maar ja, als het niet financieel niet meer haalbaar is, ja, dan houdt het op. Het is natuurlijk wel sneu dat het weggaat, vind ik. Ik bedoel, vroeger ben ik ook wel naar de kerk gegaan, maar ja, ik vind het wel sneu voor de mensen die... Die moeten natuurlijk nog weer een ander onderkomen. Ze moeten ook ergens anders naartoe. In de Alblasserwaard staan 3 kerken, daar gaan we er 1 van sluiten. In Dordrecht zijn ook 3 kerken, daar gaan we er 1 van sluiten. En we hebben besloten om in de Zwijndrechtse Waard geen kerk te sluiten, omdat we 2 jaar geleden de Peterskerk al hebben gesloten. Dus ja, het is een beetje geven en nemen geweest van ja, waar kunnen we dat het beste doen. Nog voor het einde van het jaar moeten de kerken dicht zijn. Wat er met de 2 gebouwen gaat gebeuren is nog niet bekend.